keuken, achter de kachel, twee topchefs. Bas van Kranen, chef de cuisine bij De Leuf, een schitterend restaurant, en Robin van de Bunt. Vandaag, wat gaan we doen? We gaan drie gerechten maken, voorhoofd en na. Ja? We gaan beginnen met een makreeltje. De makreel hebben we kort gepekeld. En gaan we met wat frisse bereidingen doen van appel, selderij en kruiden. Oké. Smaakt goed, klinkt goed. En dan het hoofdgerecht. We hebben een duifje en dan doen we bereidingen van mais bij. En we gaan smakelijk afsluiten, hè? Dessert, hè? Ja. Ja, wat gaat het worden? Dessert wordt een passievruchtendessert met wortel en witte chocolade. Oké, we gaan beginnen. We gaan aan de slag. Ja, leuk. Mooi. Vanuit Breskens, Laurens Smallegangen, van harte welkom. Wat gaan we doen? We gaan een signatuurtje maken voor mij, voorgerecht. Heel makkelijk om thuis te maken eigenlijk. Een gerookte paling gaan we maken met salade van komkommer, quinoa, wakame, avocado, een beetje yuzu yoghurt zit erbij, komkommersap, wat fijne kruidjes en daarna een duifje met knolselderij, bietjes, macadamia. Dat is een mooi hoofdgerecht. Ja. En hoe gaan we afsluiten? Zoet? Chocolademousse. Ja, natuurlijk. Een spettertje gaan we maken van chocolademousse, bloedsinaasappel en azijn en olijfolie.